Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Een hele bijzondere video, want in deze video ga ik aan jullie vertellen wat het geslacht is van de baby die in mijn buik groeit. En om eerlijk te zijn, was ik van tevoren had ik niet verwacht dat ik had sowieso niet gepland of zo om er een groot big reveal van te maken, maar het liep een beetje zo en uiteindelijk is dit een van de mooiste momenten uit mijn leven geweest. Dus ik vind het heel leuk. Echt maakt me zielsgelukkig dat ik het vast heb gelegd. Omdat het is, ik kan het niet terugkijken. En iedere keer als ik de beelden zie, word ik weer gelukkig. Van mijn hele familie. Allemaal, iedereen bij elkaar. En nou ja, dat heeft deze kleine nu al voor elkaar gekregen. Dus dat is ja, heel mooi. Maar goed, laten we even beginnen bij het begin. Het was zondag. Zondag was de gender reveal. En Taartendroom had een taart voor mij gemaakt. Super lief. Noah is een kijker in de chat op Twitch. En die had aan zijn moeder gevraagd. Die maakt normaal gesproken alleen maar bruidstaarten. Van, hey mam, zou je leuk vinden om een gender reveal taart te maken voor Mattia? En Nikki uiteraard. Nou, dat wilde Taartendroom Peggy wilde dat wel doen. Dus ik dacht, nou ja, zo'n lekkere taart, daar ga ik geen nee tegen zeggen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga Nikki's ouders, Nikki's zus en Nikki's oma uitnodigen. En dan mijn ouders, mijn broer en zijn vrouw. En ja, al aanhang erbij, zou ik zeggen. En de baby's en de kindjes, Felle, Plin, Christian en mijn opa en oma. Dus we waren met z'n veertienen. En om een taartje te eten. Daar had ik iedereen voor uitgenodigd. Toen kwam Noah de taart heel lief brengen. Want Pelle en Flynn waren bij mij. Dus het was voor mij heel lastig om de taart te halen. Dus kwam Noah hem gelukkig brengen. En laten we daar maar gewoon mee beginnen. Noah, die zit daar in mijn ooghoek. Ze is ook hier, want die heeft iets leuks gebracht. De moeder van Noah, die heeft namelijk deze taart voor ons gemaakt. En de binnenkant is dus roze of blauw. En even kijken, Taartendroom heet het, hè? Ja. Dus deze taart is gemaakt door Taartendroom. Ja. Maken eigenlijk nooit gender reveal taarten. Maar Noah had een goed woordje gedaan. Uitzondering. Een uitzondering. Ja? Ja? Geef maar aan Noah. Mama. Nou, is hij op? Wil je er nog een paar? Ja. Oké. Flynn wil even wat pepernoten. Maar normaal dus eigenlijk alleen maar bruidstaarten. Voornamelijk. Ja. Maar dit keer dus een gender reveal taart. En dadelijk komen mijn ouders en de ouders van Nikki. En dan gaan we de taart aansnijden. En ik dacht, dat is wel weer een heel leuk vlogmomentje. Want ik weet niet wat het is. En ik kan het aan de taart niet zien. Ja, ik ben nog steeds jong, hè. Dat heb ik de hele tijd gedacht. Al voordat ik zwanger. Gewoon, ik heb van mijn hele leven gedacht dat ik een jongensmama zou zijn. Dus dat denk ik. Het maakt me echt niks uit. Maar we gaan het vanmiddag zien. En ik ben echt, nu ik die taart hier heb staan, kan ik echt niet meer wachten om hem aan te snijden. Maar we moeten nog even wachten tot de familie er is. Nou, Noah ging naar huis en vlak daarna kwamen de eerste al binnenstromen. En gingen we ja, met z'n allen de taart aansnijden. Flynn die was hier al de hele dag, dus die had de hele dag naar de grote taart moeten kijken. En ik had gezegd, als papa en mama er zijn, dan mag je een stukje taart. Dus hij kon niet wachten dat ik die taart aan ging snijden. En Christian dacht zelfs dat het een neppe taart was. Omdat het zo'n mooie taart was. Ja, dat is echt heel mooi. Nou ja, voordat we even die taart aan gaan snijden in deze video, wil ik natuurlijk wel even benoemen dat het ons echt geen donder uitmaakt. Of het een jongen of een meisje is. Dat maakt echt helemaal niet uit. En bij deze gender reveal hebben we het uiteraard over hoe de baby geboren wordt. En uiteindelijk is het allerlang allerbelangrijkste. En ik vind het zelf een beetje overbodig om te zeggen, omdat ik aanneem dat iedereen dat denkt.
Maar het gaat natuurlijk erom dat de baby gezond is. Hè? Ik denk dat iedereen in zijn right mind zegt, het gaat erom dat het gezond is. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ja, ik wil echt zo graag een jongen. Dan maakt het me niet uit dat iemand mankeert als het maar een jongen is. Nee, tuurlijk niet. Ik ben in ieder geval niet zo. Dus het maakt ons helemaal niet uit. Misschien wel leuk om te vertellen. Nikki dacht dus al vanaf het begin dat het een meisje was. En ik denk al vanaf, nou ja, voordat ik zwanger was eigenlijk al, dat het een jongen was. Nikki wist het dus al. Want die heeft donderdag bij de echo het geslacht te horen gekregen. En dat naar de bakker gestuurd natuurlijk. De taartenbakker. Nou, ik ben veel te lang aan het kletsen. Laten we doorgaan naar de video waar we de taart aansnijden. Veel plezier met kijken! Als je bij moeder gaat staan, dan sta je een beetje op. Je moet wel bij de visuele. Ja, dat zijn ook. Ik vind het wel wel met die. Ja, want jij bent. Ik weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Wat gaat er gebeuren? Ik ga daar gaan zitten. Hallo! Wat heb ik daar? Ik heb één foto van. Ik zie het al, het is roze. Ja? Ja, ja. Ja, maar ik kan er heen kijken, dat is niet. Nee, ja, dat zou hij ook wel. Hij heeft ook met zijn lampje erbij gestaan. Hij kon er heen kijken. Ja, ik weet het al. Nou, wat dan? Je ziet hier een lijntje. Ja. Oké, welke kant ze op zijn? Jouw kant op, Nikki? Ja, wat dacht ik? Snij gewoon jezelf, ja. Ja, snij jezelf niet in je vingers. Ja, hey, kijk uit voor je vingers. Het is rood. Ja, het is rood. Ik gewoon. Ze kan prima bij jullie rijden, ja. Maar ja, ja, dat is wel een wedstrijd en zo. Ja, wel allemaal heel ziek. Die had ook. Jij hebt al die tijd gelijk. Nou, maar wel maandagmiddag. En toen was het een meisje. Oh. Ja, precies, ja. Die is alle eieren aan het verzamelen. Ik ben nog wel een zicht, man. Ik ben niet brakken. Ik dacht echt dat het een jongen was. Ik
Hij hoeft niet geholpen te worden, dat zie je toch? Ja, ja, hij was niet heilig van de teug, hè? Vraag maar eens, zullen we kunnen checken? Nee. Oh ja, ik heb natuurlijk die echo ook nog, hè? Oh ja, die echo, ja, laat hem even zien. Wat? Kijk hem lekker aan. Dat bordje. Oh! Nee joh! Nee joh! Wat heb je hier? Ja, maar een knuffel wil je hebben. Je hebt kleurig van jou, stuur het maar even naar je gezicht. Goed zo! Roodste lievelings, hè? Hij wilde ook rode taart. Ja, is het. Waar, we allemaal ook benieuwd. Ja, dat snap ik. Ik kan hem zo. Nou, ik heb ook wel een andere kaart. Zei ze. Dat was de bedoeling. Oh, het is wel handig dat ze er een handleiding bij geeft. Ja, ik denk dat. Nicky gaat er even controleren. Dat klopt. Nee, de acht is toch. Ze zaten bij die echo en op een gegeven moment toen zat ze. Toen moest meteen wegkijken en toen zei die. Los, nee, we noemen dat. Degene die echo maakte. En nu gaan we naar de slagsorgaan kijken. En op een gegeven moment toen keek die mij aan en zei: ja, nou heb jij gezien wat het is, hè? Jij hebt het gezien. Ja. Ik zat te kijken, ik had helemaal niet gezien wat het was, maar ze zette heel goed op het scherm, meisje. Ja, maar ik dacht, hij is nou een piemel. Maar ja, als de piemel dan zie ik wel. Nee, nee, ik heb niks gezien. Ja, maakt niet uit. Oh, ja, die echt ze gingen dat typen, hè? Een meisje. Dus toen zag ik wat het was, anders had ik het nooit zien. Nee, maar dan, ik denk dat je dat ook niet zo duidelijk nee, joh, helemaal niet. Ja, ik heb geoefend met die foto's te huilen, maar... Ik heb vorige week nog eerst gezien... Ik kan hier niks van maken. Ja, ik hier ineens over. Nee, ik heb niet. Waar kun je dan zien dat het een meisje is? Ja, dat is een roze meisje daar. Die hebben we ook niet gehad in onze familie. We krijgen een meisje. Oh, die zag ik niet aankomen. Dat zag je ook wel aan mijn reactie. Ik zag het echt niet aankomen. Ik moet even helemaal schakelen ervan. Ik vind het wel echt super leuk hoor. Maar ik had zo in mijn hoofd dat ik een jongensmama zou worden. En nou word ik gewoon een meisjesmama. Heel leuk. Ik heb er echt zin in. En ik moet wel eventjes bijkomen van de schrik. Het huis is inmiddels leeg. We hebben een beetje opgeruimd. We zijn nog een beetje bezig. Ik had heel veel dingetjes gekregen van iedereen. Ik zei, dat had helemaal niet gehoeven. Het was echt alleen maar taart eten. Ik hoefde helemaal geen spullen, weet je wel. Maar nou ja, ik heb nou nog meer rompertjes en pakjes. Allemaal nog genderneutraal natuurlijk. Maar ja, nu kan echt de hele familie los met jurkjes en roze. Hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ja, het is het eerste meisje bij Nicky's familie. Als in de kleinkinderen kinderen krijgen. En bij ons is ook het eerste meisje in de familie. En in de familie en ook in ons gezin natuurlijk. En ik denk dat het overbodig is om te zeggen. Maar laat ik het gewoon even zeggen. Het maakt ons helemaal niet uit of het een jongen of een meisje zou zijn. En het wordt natuurlijk geboren met een bepaald geslacht. En dat kan natuurlijk altijd veranderen in de loop van de leven. En dat is ook helemaal niet erg. En dat weten wij ook. Maar we vieren eigenlijk een soort van, het wordt geboren als meisje. En het maakt helemaal niet uit. Echt helemaal niet. Zolang het maar gezond is en gelukkig is. En daar gaan we alles aan doen dat het gelukkig is. Dus ja. Dat wil ik nog even in de vlog vertellen. Maar ik neem aan dat iedereen dat wel begrijpt, toch? Want ik neem aan dat jullie ook allemaal zo denken als je zelf kinderen krijgt. Maar het is gewoon, ja, je wil op een gegeven moment gewoon het weten of zo. En ik ben nu ik weet dat het een meisje is, ben ik heel blij dat ik het niet heb gewacht tot de bevalling. Want ik denk dat ik echt helemaal in shock zou zijn bij de bevalling. OMG.
OMG, ja. Dus ik ben heel blij dat ik nu, nou ja, nog de halve zwangerschap erop kan voorbereiden dat het dus geen jongen is, maar een meisje. Alleen maar roze dingen halen, yes. Ja, maar Nikki, laat ik het ook maar in de vlog zeggen. Ik had gelijk. Precies, oh, Nikki had gelijk. Vanaf moment 1, zei hij, zei. Moment 1, ja, jij voelde het aan. Ja. En Luno, weet je wat Luno vandaag zei? Ja, maar het is een meisje, want mietjes maken grietjes, zei hij. Ja, zei vanavond in shoot. Ik zei, ze zien me. Alleen meiden. Alleen meiden. Maar ben ik dus ook een mietje. Maakt mij niet uit, we krijgen een little baby girl. Ik kan nu al niet wachten om het te ontmoeten. Maar nog wel, ik kan nog wel makkelijk 18 weken wachten, minstens. Nou, zoals je ziet in de vlogbeelden ben ik helemaal overrompeld dat er een meisje in mijn buik groeit. Echt zo niet verwacht. Ik had het stiekem ergens gehoopt misschien. En ja, ik vind het echt zo leuk. Ik ben wel een beetje van, oh, ik ben helemaal geen meiden gewend. Weet je wel, Flynn en Pelle zijn allemaal jongens. Christian is jongen, de zus van Nikki krijgt nu in november nog een jongetje. Dus in onze omgeving, hè, van familie is het alleen maar jongens. Dus, oh, ik moet even helemaal wennen aan het idee. Dat gaat echt zo nieuw zijn voor me. Want ik dacht, ah, een baby, ik heb zoveel opgepast op Flynn en Pelle. Peanuts wordt dat. Daar ga ik sowieso wel op terugkomen. Maar een meisje, het voelt nu echt alsof het allemaal nieuw voor me is. En we kunnen natuurlijk nu lekker roze kleren kopen. Ja, mijn lievelingskleur is groen, maar daarna roze. Dus ja, ik vind het wel leuk. Ik hoop dat je het leuke video vond. Ik vond het zelf heel erg leuk om mijn familie zo te zien. Je hoort ook mijn opa zo lachen. En ja, ik ken mijn opa natuurlijk en ik herken die lach. Als die zo lacht, dat is echt zijn lach van geluk. En je ziet mijn broer en mijn ouders en eigenlijk de ouders van Nikki en de zus van Nikki. Je ziet eigenlijk iedereen helemaal glunderen en blij zijn voor ons. En ik vond dat zo'n bijzonder moment. Dat de hele, hè, onze families, want ja, de ouders van Nikki zijn natuurlijk niet per se mensen die mijn ouders kennen. En nu zit je met z'n allen om de tafel, net als bij een verjaardag of zo. En ja, je brengt elkaar samen en dat heeft onze kleine meid dan samengebracht. En dat maakt me zo gelukkig al. En toen dacht ik echt, oh, ik vond dit zo bijzonder. Ik zou dit echt voor geen goud hebben willen missen. En als die taart blauw was geweest, was het net zo bijzonder geweest natuurlijk. Ik vond het echt zo, ja, ik vond het zo'n mooi moment. En ik kan echt iedereen aanraden om dit een beetje te vieren met je familie. Als je, of ja, misschien heb je hele goede vrienden die er ook bij kunnen zijn. Maar dan zal ons huis echt helemaal vol zitten. En dan vond ik iets te veel van het goede. Maar ja, echt leuk. Want je hebt natuurlijk als vrouw zijnde wel een baby shower. En dan ben je ook gelukkig met allemaal vrouwen om je heen. Maar nu zijn de mannen er ook allemaal bij. En ja, het is toch een momentje in je zwangerschap dat je viert, dat je zwanger bent. Dat de familie uitgebreid gaat worden. En oh, ja, ik krijg gewoon pijn de kaakspieren van het lachen bij het idee daarvan. Want ja, ik voel me zo gelukkig. En misschien is dat ook wel de hormonen die het wat extra aandikken. Maar emotioneel en gelukkig, het is echt, ja, in ieder geval vond het zo leuk. Ik ben helemaal aan het ramblen. Ik ga gauw afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Geef het natuurlijk een like. En laat even iets leuks in de comments weten voor onze kleine meid. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video. Doei! Oké, ik wilde nog een heel klein stukje vertellen over gender. Want het is natuurlijk 2021 en ik heb het natuurlijk al een klein deel genoemd in de vlog, of in deze video. Maar ik wil het niet onbesproken laten. We leven in 2021, onze baby wordt geboren in 2022. En gender is niet meer zo roze-blauw als dat het vroeger was natuurlijk. Er is een hele hoop meer wat erbij komt kijken. En ik hoop ook niet dat mensen die mijn video's kijken zich benadeeld voelen dat wij nu het geslacht vieren van ons kindje bij geboorte.
ik zat hier best wel mee. Want ik wil echt geen mensen buitensluiten en ook geen mensen een slecht gevoel geven. Nu is er een persoon in mijn leven die ik heel erg lief heb, die zelf non-binair is. En die was langsgekomen bij mij en ik had gewoon recht toe gevraagd van wat vind je ervan? Dat ik zo'n taart heb en... Ja, ik kan me voorstellen dat het heel confronterend voor jou is, aangezien jij je niet identificeert als een jongen of een meisje. Hoe voel jij je? Want als iemand, want je krijgt heel veel comments op het internet van heel veel vreemden. Maar ja, diegene is wel gewoon maar heel erg lief. Dus wat diegene daarvan vindt, dat vind ik het belangrijkste. En wat de mensen op het internet zetten, ja, ik hoop ook dat ze natuurlijk heel veel blij zijn. Maar ik was gewoon echt oprecht benieuwd. Wat vind jij ervan? En daar laat ik ook het aan afhangen. En die zei tegen mij, weet je, je kunt er niet omheen, snap je? De maatschappij is ingericht op jonge meisje bij geboorte. Dus daar kun je gewoon niet omheen. En diegene zei ook van, ik weet zeker als mocht het niet zo zijn, dus dan nu een meisje, stel dat het zich niet een meisje zou voelen... Dan dat je daar heel erg... Als je daar maar gehoor aan geeft dan is het niet erg. Maar ja, het is natuurlijk zo, bij geboorte heeft het een geslacht. Het is niet zo dat je een kind baart en dan vragen mensen automatisch, is het een jongen of een meisje? Dat je dan zegt, ja, dat weet het babytje nog niet. Dat heeft hij nog niet kunnen zeggen. Dat is het. Je mag het best gewoon als opvoeden met het idee van, oh, het is een meisje bij geboorte. En dat vond ik wel heel sterk, dat diegene dat zei van, ja, het heeft een geslacht en je mag dat gewoon opvoeden zo. En als dat later blijkt anders te zijn, wees dan een luisterend oor. Toch? Want uiteindelijk is het groep mensen die gewoon cisgender zijn, dus in het juiste lichaam geboren zijn, is gewoon de grootste groep. Dus uiteindelijk is er helemaal niks mis mee dat je daarvan uitgaat. Dat wou ik nog eventjes in deze vlog. Is misschien een beetje lang geworden. Maar wel een belangrijk puntje. En ik hoop dat iedereen er ook een beetje goed over nadenkt. Voordat ze wat zeggen. En wees gewoon een beetje lief voor elkaar. En verspreid positiviteit. Daar wordt niemand slechter van. Doei.